Yo mensen van Ount, ik ben Ghostfreaks en jullie kijken nu naar een gastrol op Ount. En ik wil natuurlijk eerst Vince bedanken voor deze gastrol te uploaden. En jullie kijken nou naar een Call of Duty Black Ops 2 gameplay. Een 23 op 1 team deathmatch, ik haal al mijn killstreaks. Fetal Warship, Lightning Strike, UAV. Voor de mensen die Call of Duty spelen, die weten wat het is natuurlijk. Voor de mensen die het niet spelen, ja dat is kloten. Maar ja. Dat is best wel kloten, ja. Maar dat is best wel schaamte. Maar ja, ik had natuurlijk een onderwerp en dat Call of Duty. Call of Duty Ghost. Sommigen denken echt, oké, what the fuck. Ik heb geen idee welke Call of Duty dat is. Nou, dat is de nieuwe Call of Duty die 5 november uitkomt. En ik wil een beetje gaan uitleggen over de multiplayer. Want iedereen boeit de multiplayer en niemand boeit de singleplayer. Dus we gaan naar de multiplayer toe. Want dat wil iedereen natuurlijk weten haast. Maar er is al heel veel confirmed, oftewel, hoe zeg je dat, ik weet niet hoe je het in het Nederlands zegt, maar geconfirmed, wat in de multiplayer zit. En sommige mensen zullen dan echt wel denken, what the fuck? Ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen, dat probeer ik te doen, maar ik weet ook niet of dat zal gaan lukken. Maar we zullen even zien of dat gaat lukken. Wat we, nou laat ik eerst even wat Ghost is, zal ik wel eerst even uitleggen. Ghost is gemaakt door Infinity Ward. Die heeft de Modern Warfare series gemaakt. Dat zullen sommigen wel weten, sommigen niet. Nou, ik hou er maar over op. Maar die heeft de Modern Warfare series gemaakt. Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. En daar stopt het. Maar ja, daar komen ze met een nieuwe IP. Ja, nieuwe IP, nieuwe series in de Call of Duty. En dat is Ghost. En singleplayer, daar is al heel veel van uit. Daar is ook gameplay van. Maar ja, dat is niet zo barstensvol leuke dingetjes. Want ik haat singleplayer. Mij boeit het echt geen ene reet. Ik weet alleen dat er een hond in zit. En jee, nou zijn we zo blij dat er een hond in zit. Het is echt zoveel beter nu. Maar ja, de multiplayer. Multiplayer heeft dynamic maps. Of in ieder geval van dat soort dingen. Wat is dynamic maps? Nou, je ziet in Battlefield 4 bijvoorbeeld, als je tegen een muur aan schiet, gaat alles kapot. Dat is dynamic. Maar zoiets gaat Call of Duty Ghost niet krijgen. Call of Duty Ghost krijgt, bijvoorbeeld als je als je over een plank heen loopt, dan gaat er opeens een grote explosie af. Pff, weet je wel, zoiets. Dat noemen ze met dynamic maps of zoiets. Ik weet niet, ze hebben er niet echt heel erg over uitgebreid gepraat. Want er is nog niet veel wat we weten van de multiplayer. Wat is er nog meer? Ghost krijgt een competitive multiplayer. Dat is, laten we zeggen, dat is waar de grote jongens spelen. Bijvoorbeeld Optic, FaZe. Dat zullen sommige wel mensen wel kennen. Daar verdienen hun geld mee. En dat is, hoe zeg je dat? Net zoals League of Legends. Daar heb je ook livestreams van. Dat is ook e-sports. Ghost krijgt ook e-sports. Laten we daarop houden. En you can learn multiplayer on all platforms. Nou, multiplayer. Ik bedoel, je kan leanen, dat was het, ja. Je kan bijvoorbeeld, je staat achter een muur en dan kijk je zo langs die muur. Ik weet niet hoe je het echt kan uitleggen. Maar dan staat je met je rug tegen de muur en dan kijk je zo langzaam langs de muur. En dat kon eerst alleen maar op de PC. Maar dat kan nou op de Xbox, kan op de volgende PlayStation, dan kan op de volgende Xbox. Maar ja, dat zal wel zo iets zijn. De multiplayer is complete. Ik wil het naar het Engels brengen, maar dat moet ik niet doen. Is helemaal gerenoveerd, zeggen ze. Nou, dat betwijfel ik. Want dat zei ze bij Black Ops 2 ook. Maar ja, iedereen weet dat het niet is gebeurd. Je hebt character customization. Dat is dat je hoofd kan veranderen. Bijvoorbeeld je helm, bedoel ik dan. Logisch. Je gear, bijvoorbeeld je armor, wat je aan hebt. Dat soort dingen eigenlijk. Wat je bij een persoon kan bedenken. En ze willen een hele andere soort maps maken. In Call of Duty had je eerst altijd van die maps die een soort vierkantig waren. Je had altijd een middenweg en twee zijwegen. Dat was de basic Call of Duty map. Heel simpel. En dat is in elke game nou al zo geweest. Maar dat willen ze nou anders doen. Ik heb geen idee hoe ze dat willen doen. Ik hoop dat het gaat lukken, want dat zou heel fijn zijn dat elke map echt anders is. Want dat houdt het vernieuwend, weet je wel, zo'n map. Dan denk je, oh, alweer deze map, wow, leuk. Wow, dit is precies hetzelfde als die andere. Ik hoop dat het gaat lukken, in ieder geval. Ze willen ook, en hoe zeg je dat? Dat ze niet meer symmetrisch zijn, de mappen. Weet je wel, dat ze, net zoals we het net al zei, dat ze niet meer vierkant zijn allemaal. Gewoon niet symmetrisch allemaal meer zijn. En er is een nieuwe online mode. En dat heet Squads.
squats of iets, teams heet ik in het Nederlands, iets van squats. En dat zal waarschijnlijk iets in de multiplayer zijn, of het is een nieuwe game mode gewoon in heel Call of Duty. Maar ja, verder weten we nog niet echt van de multiplayer. Wil je meer van de multiplayer weten, dat kan je zien op 14 augustus, want dan wordt de multiplayer reveal aangekondigd. Aangekondigd worden later de trailer, gameplay en zo. Dus wil je dat zien, dat is om 6:30 Nederlandse tijd in de avond. Livestream op Call of Duty op Xbox Live en nog Twitch waarschijnlijk. Ik hoop dat jullie hiervan hebben genoten deze gastrol en vergeet niet te liken natuurlijk voor Owned. En ik zie jullie misschien later ooit op Owned. Ik hoop het natuurlijk. Zo niet, misschien op mijn kanaal. Maar ja, ik wil Vince natuurlijk bedanken voor het uploaden. En ik zie jullie later.